We hebben vandaag de Wemo Switch en de Wemo Motion. En de Wemo Switch is een draadloze schakeladapter voor in je stopcontact. Je stopt de stekker van elektronische apparaten daarin. En die kun je daarmee aan- en uitschakelen. Dit is de Wemo Motion. Daaraan zit een kabel van 1,8 meter en een bewegingssensor. Met deze Wemo producten kun je apparaten automatisch in- of uit laten schakelen. Dat kan met een vermogen tot 3680 watt, dus elektrische kachel of wasdroger zijn geen probleem. Om het geheel te bedienen heb je de gratis Wemo app voor iOS of Android nodig. Wat gelijk opvalt is dat de app in het Engels is. Belkin laat weten geen concrete plannen te hebben om de app te vertalen naar het Nederlands. Wel is de bediening eenvoudig, waardoor de taal geen grote belemmering zal zijn voor mensen die niet zo goed Engels kunnen. In het eerste scherm zie je alle Wemo-apparaten die je zelf een naam en afbeelding kan geven. Vanuit dit scherm kun je apparaten handmatig aan- en uitzetten, waar je ook bent. Je hebt de app niet per se nodig om apparaten aan- en uit te zetten. Ook op de Wemo Switch zelf zit een schakelaar. In het tweede scherm kunnen we scenario's schrijven. Je kunt drieërlei variabelen opgeven. Tijd, soms op- en ondergang en beweging. We geven Wemo nu opdracht om de lamp in te schakelen als er beweging is. En als er 15 minuten lang geen beweging meer is, schakelen de lampen automatisch uit. Het blijft voor ons puzzelen hoe je de bewegingssensor het beste kunt neerzetten. Het bereik van 3 meter is niet groot genoeg om een hele kamer te bewaken. Ook in het donker werkt hij niet goed. Wel werkt het goed in een gang, op een bureau of naast de bank. Op gebied van huisautomatisering zijn er veel alternatieven. Sommige bedrijven, zoals HomeWizard, bieden complete pakketten aan met camera's, deurbellen en brievenbussensoren. Ik heb een toepassing waarbij ik die Belkin Wemo echt goed kan gebruiken. Ik voer namelijk de kat op afstand. Nou, daar zijn er al apparaatjes voor, maar die kat van mij die eet te snel. Dus ik moet iets hebben wat het eten over de vloer strooit. Daarvoor had ik nodig veel karton, veel plakband, een motortje, een beetje Lego, een webcam en die Belkin Wemo. Er zit een motortje en een schuif en dat motortje beweegt de schuif open, waardoor het eten uit bakjes valt. En met die Belkin Wemo kan ik dat modertje aan- en uitzetten. Dat schakelen met die Belkin, dat werkt ook heel betrouwbaar. Er staat ergens op internet een server van Belkin die die verbinding makkelijk maakt en ook regelt. Wat een nadeel is, is wel dat ik hem zelf aan- en uit moet zetten. En dat duurt ongeveer 17 seconden één portie. Want ik kan het in Belkin niet zo nauwkeurig instellen dat hij bijvoorbeeld automatisch na 17 seconden uitgaat. Ik heb trouwens één keer gehad dat de verbinding best wel slecht was. En toen kon ik hem heel betrouwbaar aanzetten, maar niet zo heel makkelijk uitzetten. Dat duurde veel langer, dus toen kreeg het beestje per ongeluk een paar extra porties. Belkin vraagt geen maandelijkse bijdrage voor het gebruik van Wemo. Maar als het bedrijf ooit ophoudt te bestaan, dan werken de apparaatjes waarschijnlijk niet meer. De Wemo Switch is samen met de Motion te koop voor €99. Je kunt er apparaten automatisch of van afstand mee bedienen en hebt daarbij best wat vrijheid met het maken van regels. Het apparaat is geschikt voor iedereen, maar de een zal meer nuttige toepassingen kunnen bedenken dan de ander. Het is jammer dat de Wemo-app niet in het Nederlands is en ook dat de bewegingssensor niet vlekkeloos werkt. Wil je nou alles weten over de Belkin Wemo? Lees dan de eerste indruk op onze website. Heb je hem zelf gebruikt of ervaring met vergelijkbare producten? Reageer dan onder deze video, want we zijn benieuwd naar je reactie.